Mijn vak is niet altijd even makkelijk. Het is riskant. En tja, het wordt ook niet altijd even gewaardeerd. Weet je wat het is? Het vergt creativiteit, uithoudingsvermogen en drive. Ja, dat kan gewoon niet iedereen. Maar weet je wanneer ik nou het meest effectief ben? 'S Nachts. Wanneer iedereen slaapt of Lazarus is. Dan sla ik. Oh, yes, gevonden. Hier staat hij, boys. Ik zie mezelf wel echt als een doorgewinterde, gerespecteerde specialist van de fietsacquisitie hier in Amsterdam. VVV, dat is mijn motto. Vergaren, verbeteren, verkopen. Zo komen we door de winter. Ik ken deze straat als mijn broekzak. Af en toe zoek je de rust en stilte. Ik weet precies waar we moeten zijn. Volg mij. Sommige mensen zouden mij een fietsendief noemen. Maar is het werkelijk diefstal wanneer de dief de fiets repareert en vervolgens weer terugbrengt in de kringloop van de Amsterdamse straten? Interessante gedachte, toch? Het draait allemaal om de juiste keuze. Draait je hier, zacht tik je daar en... Daar hebben we hem weer, mijn eeuwige schaduw. Ik ben Anton. Ik ben de protégé van Floris. Of dat wil hij tenminste. Anton, grap. Ik kan zo niet werken als jij de hele tijd als een zenuwachtig hond achter me aanloopt. Zoek een nieuwe hobby. Maar je bent toch ook gewoon een hondenmens of niet, Floris? Hoe doe je het weer? Je doet gewoon een raar, grap. Ja, wat kan ik zeggen? Floris en ik zijn wel echt een heel brug duo hier in de buurt. Hij is meer de fietsenfluisteraar en ik ben dan zijn... Zijn rechterhand. Schuur. Anton, je hebt echt nog handiger dan een olifant in een pizzawinkel. Hey, wacht maar even op mij, als je... Blijf oefenen. Flo... Maar even tussen jou en mij. Ik denk echt dat hij respect voor me aan het krijgen is. Ja. Kijk. Iedereen draagt op zijn eigen manier een steentje bij aan de fietscultuur hier in Amsterdam. Voor sommigen blijft het een leerproces. Leren is ook niet alles.
Soms moet je gewoon wat geluk hebben. Hey, dat is mijn bike! Fuck. Someone's got to do something about the bike thieves in the city. It's my second bike lost this month. Na een tijdje wordt het toch wat kinderspel. Appeltje uitje, zoals ze zeggen. Na een tijdje begint het gewoon wat saai en hetzelfde te worden. Niet zozeer dat ik de spanning mis. Het is toch alsof ik wat miste. Die echte uitdaging en die spanning van die eerste keer. Dit hier. Dit was mijn eerste project. Dit was mijn startpunt in een wereld waarvan ik nooit had gedacht waar ik in terecht zou komen. Elke fiets die ik na deze leende voelde slechts als een echo van dat allereerste avontuur. Tja. Maar goed, moeten we aan de bak? Morgen staan er weer klanten klaar om deze fiets te kopen. En weet je, dit is een win-win situatie. Ik krijg de glimlach en ik heb mijn pegels. Ik zo'n beetje in beeld, ja. Zal ik je wat vertellen. Klant kwam binnen over haar vriends fiets. Een onstilbare fiets. Die dan zogenaamd onstilbaar is. Ja, door mijn klantbestand weet ik natuurlijk waar die staat. Dus je zal wel begrijpen. Deze uitdaging neem ik met twee handen aan. Zo, zullen we eens kijken hoe onstilbaar jij bent. Stap 1, lucky. Wacht eens even. Is dat echt? Huh? Gap, dat is mijn fiets. Die heb je van me gestolen, man. Geef hier. Maar het is een roesbak. Die heb ik zelf voor betaald op de markt. Maar een roesbak? Deze fiets is midden in je hele garderobe, ouwe. Dit is een stukje historie. Geef gewoon wat hier, geschiedenis? Man. Mijn fiets. Hey. Hey. Wat doe jij hier, Anton? Hey, ik heb een voorstel. Ruil anders die fiets voor deze onstilbare hier. Anton de onderhandelaar, sinds wanneer sta jij op waterlooplijn? Hey, helemaal in orde, joh. Kijk, gloedje nieuw. Upgrade, technisch geavanceerd. Wat zeg je ervan? Serieus? Die fiets? Ja. Ik zou zelf nooit zoveel geld uitgeven aan een fiets. Deal? Hij is voor jou. Serieus? Ja. Oké. Niet slecht, Anton. Ja, soms moet je gewoon je eigen moment goed. Ik wil niet veel zeggen, maar ik ben wel echt heel erg trots op mezelf. Ik
Ik heb Floris echt laten zien dat ik iets in mijn mars heb. Het leven van een fietsendief zit vol verrassingen. Vandaag heb je een fiets en morgen misschien ook. Als je geluk hebt. Misschien is jouw fiets ooit wel eens onderdeel geweest van mijn collectie. Of hoort hij dat nog? Mijn activiteiten houden de stad Amsterdam en de fietscultuur bruisend en levendig. Want wat zou Amsterdam zijn zonder fietsverdwijningen en verrijzingen? Denk daar maar eens over na. Mag ik jou wat vragen? Ja. Draai jij nog eigenlijk of niet? Ja. Kan ik de regisseur eventjes even een pauze nemen? Want ik even wat vragen aan haar. Oh, thanks. Ja, kan ik jou even wat vragen? Ja. Kijk, ik weet dat het voor de docu misschien niet heel goed is als ik dat op mijn camera zeg. Dus ik wil het even tussen ons doen, want ik wil wel gewoon transparant naar haar zijn. Maar die onstilbare fiets die ik voor Floris heb gejat, ja, die stond dus helemaal niet op slot. Ja, ja, echt waar. Kijk, ik wist dat hij naar deze onderweg was. Hij wilde ook zijn model hebben. Hij zegt, ja, er staat er eentje bij Asje, diamantenslijperij. Dus ik was daar gewoon veel eerder dan hij. En dat ding stond gewoon open. Dus ik heb gewoon de sleutel eruit gehaald om te kijken hoe hij zou reageren. Lijpen. Nog iets anders. Kan ik er nog eentje krijgen? Ja, want ik doe dit gratis voor jullie, ja, dus. Thanks. Someone's gotta do something about the bike thief in the city. Someone's gotta do something about the bike.